Een bijzondere dag vandaag. Het was hier in de omgeving van Marsum vanmiddag grijs en waterkoud. Maar de afgelopen nacht hadden we matige vorst in het zuiden en in het oosten. Met in Twente min 6,7 graden. Verder hadden we vanmorgen her en der wat ijzel, wat sneeuw. Het past er allemaal bij, want ik heb vandaag mijn wintervoorspelling bekendgemaakt. En die staat natuurlijk hier bij mij op site. Het komt hierop neer. We komen op Natuurreis te schaatsen. Maar nu naar de actualiteit. Vanavond en vannacht veel bewolking, regen, lichte regen, later wat meer droge perioden. En de temperaturen liggen de komende nacht zo tussen de 2 graden in het oosten tot 7 graden in de kustgebieden. De wind west tot noordwest, toenemend krachtig of hard, in het watergebied, windstoten later in kracht 8 of 9. Morgen eerst een aantal buien of buitjes, de zon maakt vooral kans in de kustprovincies en de temperaturen 7 tot 10 graden. En de wind noord-noordwest en die kan in het watergebied nog windstoten bereiken in kracht 8 of 9. En er staat langs de kust dan ook een krachtige tot harde wind. Later op de dag wordt het rustiger en opvallend, landinwaars is het gewoon rustig weer. In de avond en nacht temperaturen rond 3 of 4 graden en een paar buien. En dan op naar woensdag. Ook een paar buien of buitjes, maar het meest droog. De bewolking is er ook. De zon, vooral in het zuiden, zuidwesten en in het watergebied. En de temperaturen 5 tot 10 graden. De wind dan zuid-zuidoost en die is zwak of matig. Ja, we gaan vooruitkijken. Donderdag 7 graden. Een eh, paar buien of buitjes, maar ook droge perioden en meest bewolkt. Gaan we op naar vrijdag, ook 7 graden. Dan een aantal buien of buitjes, de zon erbij. En zaterdag ook zon en een bui of een buitje, maar dan overdag 5 of 6 graden. In de nacht 0 of plus 1, voorstandig grond en kans op gladheid. Hoe het verder uitpakt, morgen meer over het weer. Morgen, tot morgen.